Hallo allemaal, welkom bij de volgende Severines vlog. Vandaag wil ik het gaan hebben over de Kickweek, kennis in kracht. Dit is een week die de academie organiseert om de medewerkers meer kennis te laten vergaren. Ze investeren dus simpelweg in hun medewerkers. Daarom ben ik vandaag aanwezig geweest bij de cursus Gebarentaal. Dit was echt een heel leerzame cursus en ik vond het erg prettig om te doen. Daarom wil ik jullie het volgende gebaar laten zien. Dit betekende goedemiddag. Nou, dit is een van de simpele voorbeelden die we vandaag hebben geleerd. We zijn aan de slag gegaan met praktijkvoorbeelden, we hebben met elkaar kunnen oefenen en we hebben veel nieuwe gebaren geleerd die erg leerzaam zijn en die ons kunnen helpen bij het gebruik van cliënten. Nou, hallo. Hallo. Ja. Hi, ja, ik zal even kort vertellen wat we gedaan hebben of waarom we belangrijk vinden dat we werken met gebaren. Het is eigenlijk zo dat veel cliënten bij ons, die horen wel, maar ze kunnen zich bijvoorbeeld toch niet goed uit met gesproken taal. Ja. Of begrijpen de gesproken taal niet zo goed. En daarvoor kunnen ondersteunende gebaren eigenlijk altijd heel erg helpend zijn. Ja. Dus eigenlijk ondersteun je je gesproken taal met een gebaar. En daarmee maak je de taal duidelijker voor de cliënt. Wat een groot voordeel ook is, is als je je taal ondersteunt met gebaren, dan ga je automatisch wat rustiger praten, je kijkt de cliënt aan, dus je hebt echt aandacht voor de communicatie en je geeft de cliënt ook meer tijd om de taal te verwerken en te gaan begrijpen. Ja, nou, ik vond het een heel leerzame cursus en ik zou iedereen aanbevelen om hem zeker ook te volgen. Het is echt een hele fijne cursus. Het duurt niet lang, maar het is wel heel erg effectief. Kan je misschien iets vertellen wanneer er nog zo'n cursus georganiseerd wordt? We hebben dus nu in de Kickweek een cursus gedaan, een korte workshop. Die zat ook al heel snel vol, dus het blijkt wel dat de vraag er ook is. Dus in het najaar, in september, is er zo'nzelfde workshop in het open aanbod. Ja. En verder geven we uitgebreide cursussen aan woonhuizen, dagbestedingsplekken, waar echt de vraag heel groot is en waar we dus ook een uitgebreidere cursus geven. Oké, nou kijk eens aan. Nou, mocht je meer interesse hebben, dan mag je altijd contact opnemen met logopedie. En hartstikke bedankt. Ja, dag. Dag. Hallo allemaal, welkom bij de Voor de Severines vlog. Vandaag moet jullie graag gaan hebben over het Severines Symposium waar ik vandaag ben geweest. Het symposium, hoe je het ook wilt noemen, ging over het 60-jarig bestaan van Severines. Met als thema bijzonder in het samenleven. Het was een prachtige dag waar we echt superveel informatie hebben gekregen over hoe de historie van Severines is geweest. Maar ook wat wij als medewerkers of als cliënten, werkvertegenwoordigers, bestuursleden allemaal te maken hebben met het bijzonder bestaan van Severines. Het gaat voornamelijk om inclusie. Dat is mijn boodschap die ik wil meegeven. Gustav Bos is een van de sprekers van vandaag die daar ook een boodschap over wil doen. En hij heeft zijn onderzoek eigenlijk toegelicht aan ons. Wat we vandaag nog meer hebben gedaan. Vandaag mochten we deelnemen aan een van de vier cursussen van keuze. Waar ik in heb deelgenomen is een workshop van de jeugdpolitie. Deze meneer die kwam een onderzoek presenteren over hoe dat wij beter om kunnen gaan met LHBB'ers in het justitiesysteem. En dit was echt heel erg bijzonder om te mee te maken. Want hij gaf eigenlijk allemaal tips en handvaten hoe dat wij ook als begeleiders iemand met LHBB beter kunnen begeleiden in het justitiesysteem. En hij gaf ook uitleg hoe het bij politie eraan toe gaat. Erg interessant om een keer aan deel te nemen. Wat hebben we nog meer gedaan? Hierna hebben we natuurlijk afgesloten met z'n allen en er was een prachtige verrassing. Pieter kwam samen met een aantal cliënten op het podium en heeft ons de verhalenbundel gepresenteerd. Dit is het cadeautje wat je krijgt als je de coupon van de medewerkersdag inlevert. Het is een prachtige verhalenbundel waar verhalen van over de 60 jaar in staan. Het kunnen heel ontroerende verhalen zijn, het kunnen heel rakende verhalen zijn, maar natuurlijk ook prachtige verhalen over de cliënten, medewerkers, familie en vrijwilligers. Wat heb ik nou voornamelijk geleerd vandaag? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Wat ik heb opgedaan vandaag is dat iedereen bijzonder is. En dat iedereen bijzonder is hoe dat die is. En dat als wij willen dat Severines ervoor blijven staan, we zeker verder moeten doen. Goed zo Severines, kom op!
Hallo allemaal, welkom bij de volgende Severines vlog. Vandaag wil ik jullie vertellen over mijn ervaring met een van de cursussen van de Kikweek. Ik ben namelijk vandaag aanwezig geweest bij de cursus Haptonomie, gegeven door Linda, fysio- en ergotherapeut, hier bij Severines. Het was een heel leerzame cursus waar we eigenlijk voornamelijk bezig zijn geweest met jezelf ervaren, je lichaam ervaren en hoe zet je je eigen lichaam nou in om voor een ander te kunnen zorgen. We hebben praktische oefeningen gedaan, we hebben zelfs gekke dingen gedaan, zoals dit. We zijn op een ballon gaan zitten. Jazeker mensen, een ballon kan je al zoveel bewustwording geven van je eigen lichaam. Dit was een van de oefeningen die we hebben gedaan. Mocht je meer informatie willen hierover, kan je altijd terecht bij de fysiotherapeuten. Hartstikke bedankt! Doeg!